Welkom bij deze dubbelspeltraining met de Nederlandse top. En vandaag ga je kijken naar de video en de training die bij mij veel indruk heeft gemaakt. Je ziet hier het voetenwerk van Matwee Middelkoop. En een paar video's hiervoor is de video de tennis journey van Matwee Middelkoop online gegaan. Waarin je kan zien wat Matwee heeft moeten doen om op deze positie te komen. Namelijk trainen voor de Australian Open nadat hij al vele jaren prof is. En dit is dus voorbereiding op het seizoen 2022. En Matwee heeft zelfs het ABN AMRO World Tennis Tournament gewonnen. Tegenover Matwee zien we Wesley Cole. En die heeft ook ooit ATP Finals gewonnen. Dus het zijn twee heren die het super goed doen en Nederland echt internationaal op de kaart zetten. Nou, ik praat even in deze video met jullie mee en laat zien wat mij opvalt en wat je kan meenemen voor jouw eventueel dubbelspel en jouw tennis. Je ziet hier hoe actief Matwee is in zijn voetenwerk. Hij gaat steeds een stapje weer naar achter om vervolgens op tijd naar voren te gaan. En hij houdt zijn volleys heel compact. Maar hier bijvoorbeeld sluit hij aan, zodat hij de volley kort naar buiten kan maken. Nou, wat veel indruk bij me maakt is hoe hard deze gasten slaan, maar ook hoe losjes en hoe makkelijk. Dus hier bij zo'n smash versnelt hij vooral. Hij knijpt niet knijpend zijn racket, hij wil vooral lekkere volley slaan. Nou, veel netspel is natuurlijk belangrijk in dubbel. En hier zie je Bart Stevens, de jongste van de groep, en is ook nog veel bezig in het enkelspel. En is zichzelf echt aan het proberen in die top 100 te krijgen. Nou, in het dubbelspel zijn ze veel punten gaan spelen waarin ze twee aan het net hebben en twee achterin. Zo begint het spel. En hoe Matwee het aan mij uitlegde is zorgen dat ze zo snel mogelijk in een ongemakkelijke situatie komen en kijken of ze zichzelf daaruit kunnen tennissen. Zoals je hier ziet, zie je dat ze steeds allebei iets meer naar het net willen kruipen en zorgen dat ze geen ballen op de voet kunnen krijgen. En dat is natuurlijk belangrijk, dat je snel aansluit bij het net en dat je een volley zo hoog mogelijk kan raken. In deze oefenvorm zorgden ze in het begin dat ze altijd bal op de voeten speelden als eerste bal, zoals hier bij Bart, die hij helaas mist. Maar af en toe variëren ze ook bij een smash. En met tennis weet je natuurlijk nooit wat voor bal je gaat krijgen. Dus daarom ook zie je bij de pros dat ze heel veel, en dat is vandaag heel mooi, met elkaar trainen, elkaar onverwachte ballen geven. Dat Matwee bijvoorbeeld deze bal nog heel moeilijk moet gaan proberen te pakken. Want normaal is de een in de ene plek van de wereld en normaal de ander ook op een andere plek. Vandaag in Amstelveen zijn ze met z'n vier. En na de training heb ik nog wat vragen aan ze kunnen stellen. Want ik vroeg me bijvoorbeeld af, maar joh, het spel gaat zo hard. Wanneer kies je er dan voor om er langs te spelen? Doe je dat op basis van als iemand anders een move maakt, dat iemand echt naar links of naar rechts beweegt? Dat leek mij namelijk wel logisch. Maar nee, ze zeiden juist, wij slaan soms gewoon echt onze bal. We besluiten vooraf om een bepaalde bal te spelen, omdat de kwaliteit dan hoog blijft. Laat ze dus niet per se altijd afhangen van of de ander snel post of van links naar rechts beweegt aan het net. Wat je in deze video niet heel erg meekrijgt, maar wel plaatsvond, is dat ze elkaar ook uitdagen in wedstrijdpunten. Dat ze bijvoorbeeld een wedje oplegden, dat als je verloor dat je dan x aantal keren een push-up moet doen. Nou, er zijn ook coaches aan de zijkant, die zie je ook in deze video niet heel veel naar voren. Maar die letten bij de spelers op wat ze beter kunnen doen, waar ze op kunnen letten. Hier is Wesley Kohlhoff en wat mij opviel is dat hij echt handjes heeft. Hij is super handig, super snel. Kijk eens hoe hij deze bal weglegt. Ik ben ook wel benieuwd, welke profspeler heb jij in real life gezien en waar was dit? En welke speler heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Nou, voor mij is het nog wel steeds Roger Federer. Ja, sorry heren als jullie dit ook zien, jullie hebben echt heel veel indruk op mij gemaakt, maar als je Roger Federer ziet spelen, ja, dat is natuurlijk bizar. Dus laat even in de comments weten, ja, welke speler dat bij jou is of welke speelster.
Maar ik ben jullie team, hè? Nee. Dan gaan ze mij er ook bij betrekken. Oké, dus als deze gasten zouden winnen, moest ik ook opdrukken. En wat je hier ziet, bal kort op de voeten bij Matwe. Maar als een bal een beetje hoog komt, gewoon een beetje hoog, niet, nog zelfs onder schouderhoogte, dan volleren deze gasten de bal gewoon weg. Dus je moet de bal echt laag houden bij ze. Maar zelfs dan gaan ze nog steeds goed met die bal om. En er zit natuurlijk onwijs veel uren van training in. Heel veel ballen geslagen, heel veel snel kunnen reageren op de bal die komt. Veel situaties al meegemaakt. Maar nog steeds brengen ze elkaar natuurlijk in situaties waardoor ze elkaar fouten laten maken. Of het elkaar moeilijk maar brengen. En dat is gewoon heel vet om te zien. Ook voor jezelf. Probeer nou eens heel veel van dit soort oefenvormen te doen. Als je echt van dubbelspel houdt. En dan sla je misschien ook wel zo'n bal als Sander Arends. En Sander Arends heb ik ook in de podcast gehad. En ben je benieuwd naar zijn verhaal? Ben je benieuwd naar zijn adviezen voor jouw spel? Dan kan je ook hier rechtsbovenin kijken naar deze podcast. Of je beluistert hem een keer op Spotify. Als je misschien in de auto zit. Dan moet je zelf maar even uitkomen. Hier komt een lekker punt aan. Kijk eens. Als die bal niet helemaal goed weggespeeld is, dan spelen ze met onwijs veel spin goed geplaatst, niet eens per se keihard, de bal weg. En een mooi stuk wat ik eigenlijk niet helemaal van wist of ik dat ook vandaag zou zien, is dat het plezier onwijs hoog is. De mannen hebben echt leuk met elkaar. Die dagen elkaar uit, moedigen elkaar aan, hebben een grapje. En wat ze ook doen is natuurlijk serveren. Een training, een sessie die je zelf ook doet zonder service, is eigenlijk geen goede sessie. En deze mannen hebben ook met de service erbij gepakt, die niet per se specifiek getraind. Maar om elke dag gewoon x aantal keren te serveren, gaat je spel al verder brengen. En de snelheid die zij maken met de bal, zodra ze serveren, is echt ongekend. Echt. Ik heb het in ieder geval niet eerder zo meegemaakt. En ook dat is een reden om eens een keer bijvoorbeeld naar een profwedstrijd te gaan. Dit laatste punt speelt Matwe beslissend of ik moet opdrukken. Gelukkig een ace. En zo hoefde ik gelukkig ook niet iets te doen. Maar ging de overkant helaas voor hun 25 keer opdrukken. Ik hoop dat jij het leuk vond om deze video te kijken. Dat je hier ook veel aan gehad heb. Ik hoop dat je het ook waardevol vond dat ik meesprak. En dat het leuk was dus om naar deze video te kijken. Zorg even dat je abonneert op deze video. En vergeet vooral zelf ook geen progressie te boeken in je spel. Ga daarvoor naar www.tennisworld.nl. En dan helpen we jou met doelgerichte trainingen. En geven we je tips hoe je meer wedstrijden kan winnen.